Welkom allemaal, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Mark die zei al, ik vind het een vroeg uur. Nou, dat vind ik ook, dat vinden we allemaal volgens mij. Laten we zeggen dat we dat doen omdat de dag dan nog jong is en je daarna nog veel kunt bereiken. Jan, ik heb begrepen dat jij als eerste even een korte introductie geeft in nou, hoe het bij jullie überhaupt werkt, want er zijn verschillen met Nederland. En daarna geven jullie ons de beurt een pitch van 3 minuten met iets als een prikkelende stelling waarover wij door kunnen praten. Hè? Jan, het woord is aan jou. Goedemorgen allemaal. Dankjewel Pepijn. Proficiat Rijkswaterstaat met de verjaardag. Ik ga even de context schetsen hè, waar dat, de probleemstelling zich in bevindt. En dan zal Mark er even op doorgaan. En dan heb ik het toch even over wat voor ons dan de uitdagingen zijn, wat best wel wat discussiestof kan opleveren. Maar de verschillen zijn niet zo groot, weet je. Ook bij ons hebben we een bouwpiek gehad in de jaren 60 en 70. Al die infrastructuur is intussen 70 jaar oud ongeveer. En die komt allemaal tegelijkertijd op een leeftijd. En high age, high care, zeggen ze. En bij ons is er tegelijkertijd over de jaren heen een onderhoudsachterstand opgebouwd. Waardoor dat we eigenlijk in een situatie zijn gekomen met oude infrastructuur die niet goed onderhouden is, of niet goed genoeg, zal ik zo zeggen. En die ten derde blootgesteld is aan een verkeersbelasting die veel hoger is dan ooit voorzien. Dat is een gevaarlijke cocktail. Hè? Hoge verkeersbelasting, oude infrastructuur, het verouderingsproces versnelt daardoor en tegelijkertijd een piek die we moeten aanpakken. We hebben dat berekend, welke onze onderhoudsachterstand is en welke investeringsmiddelen we nodig hebben om dat recht te zetten. En we komen op 8,5 miljard euro uit te smeren over pakweg een 8 jaar om het allemaal terug op, in een aanvaardbare toestand te brengen. De Vlaamse regering heeft de kentering ingezet. Er is al deze legislatuur eigenlijk die afloopt volgend jaar, maar afgelopen jaar is er 1,6 miljard euro al toegewezen, ingezet om die achterstand te beginnen wegwerken. Maar je voelt het eigenlijk al dat het probleem zich stelt dat het gewoon te veel is. Dat kunnen wij op een klassieke manier niet meer aan. Als we het klassiek zouden doen met wijze van spreken een aanbesteding per kunstwerk en op een traditionele aanbesteding, ja, dan zijn we in 2050 nog bezig. We hebben dan nog de mensen, nog de capaciteit voor om het zo één voor één aan te pakken en het eigenlijk te doen zoals we gewoon zijn van te doen. Dus daarom is er in die aanpak ook gekozen om er een aantal publiek-private projecten aan toe te voegen. Dus zowel voor de vaste bruggen, beweegbare bruggen als sluizencomplexen te renoveren is er voor gekozen, van ook met een DBRM-formule. Eigenlijk is dat dan bij ons een publiek-private samenwerking te gaan. Nu, onze opdrachten, waar Mark en ik het nu meteen over gaan hebben, is de vernieuwing van 50 bruggen verspreid over Vlaanderen. Alle 50 zijn in slechte toestand hè, en die moeten allemaal vernieuwd worden. Ons doel is met de publiek-private samenwerking tegen 2030 al die bruggen vernieuwd te hebben. Upgrade, toekomstbestendig. Met één aannemerscombinatie, met één partner. En dat op het moment eigenlijk dat we die partner kiezen voor geen enkele brug al een ontwerp hebben. Dus dat is de uitdaging waar we voor staan. Dus we staan voor een programma-aanpak eigenlijk tegen 2030. Dus dat is de context waar we ons in bevinden. Heel interessant. Ik zit nu al bomvol met vragen. Maar de formule zoals wij hier werken is dat jullie nu eerst allebei een pitch geven om ons een beetje te prikkelen. Dat we daarna eerst met z'n allen in gesprek gaan over wat hoor je hier, wat kunnen we ermee, wat vinden we ervan. En gaan ze maar door. En dan hebben we eigenlijk daarna tijd om jullie weer te bevragen op ja, wat kom je dan allemaal tegen. Ik neem aan dat dit ook voor jullie heel spannend is. Ik vind het groots en meeslepend klinken. De vragen die komen later. Mark, jij gaat als eerste een aftrap geven met je pitch. En jij stuurde nog een tekstje. Hè? Want je zegt van jezelf opgeleid als ingenieur-architect, maar misvormd naar een stabiliteitsingenieur van bruggen. 15 jaar ervaring met veilig en duurzaam overbruggen van Vlaamse wegen en waterlopen. En je hebt een paar jaar geleden ook de Ecopassage Kempengrens over de E34 ontworpen.
samen met onze noorderburen noem je het. Dat zijn wij dus. Ja, wij zijn natuurlijk altijd gewend om in zuiderburen te denken. Actie heeft jou in combinatie met de Europese prijs die daarvoor gewonnen werd en jouw optreden op een Nederlandse televisiezender ook nog bij jouw collega's de bijnaam opgeleverd, Mr. Deco. Maar hier ben je gewoon Mark Deco en de komende 3 minuten zijn voor jou om ons te prikkelen met jouw verhaal of jouw stelling. Ga je gang. Dank u, Pepijn. Ik ga het over 2 dingen hebben. Eerst waar dat wij nu staan. We zijn bezig met de voorbereiding, dus we hebben nog geen aannemer of consortium binnengehaald, maar we zijn eigenlijk alle spelregels aan het opstellen. En ik zal gewoon hoe dat we die aanpak verder zien en wat dat de voorbereiding was. Dus zoals dat Jan al zei, we hebben een slechte staat, een heel aantal bruggen in een mindere toestand, zal het zo zijn. En we hebben een selectie gemaakt van een aantal bruggen. We hebben eigenlijk heel veel bruggen die in aanmerking kwamen voor deze aanpak. Maar we hebben toch een soort van keuze gemaakt met dat we als eerste aan zet waren. Hebben we die bruggen zo op PPS-waardigheid gescreend. Dat ging over complexiteit in reeks te kunnen behandelen. Alleen bepaalde zaken, ik ga er niet te diep op ingaan. En dan ook binnen dat bepaald budget dat we kregen, zijn we tot aan die 49 bruggen gekomen. Nu, vandaag de dag, zijn we, zoals ik zei, bezig die spelregels aan het uitwerken, waarbinnen dat die PPS gaat werken. En zijn we ook voor iedere brug afzonderlijk nu de programma van eisen en kaart aan het brengen om tot een soort schetsontwerp te komen, zeer high level. Nog geen uitspraak te doen over het brugconcept, maar gewoon wat dat er eigenlijk moet komen. Dat we die zaken eigenlijk al achter de rug hebben en dat we dan in de volgende fase met de aannemer samen aan tafel kunnen zijn. Dat programma van aanpak, hoe dat we het doen, dat doen we ook uit het oogpunt van efficiëntie. Zoals dat Jan ook al zei, de opdracht is gigantisch. We moeten snelheid maken. We moeten dat budget zo efficiënt mogelijk aanwenden. En in dat programma aanpak zien we wel opportuniteiten, omdat sommige zaken in reeksen kunnen behandeld worden. Zaken als minder hinder. Als je onmiddellijk de aannemer erbij hebt, kunnen zulke zaken uitgeklaard worden. We hopen ook op die manier een controle te hebben over de kostprijs of keuzes te maken die efficiënter zijn. En anderzijds ook een bepaalde standaardisatie over die aantal bruggen te kunnen krijgen. Hoe dat we dat juist gaan willen doen in de volgende fase, als we het consortium bij ons hebben, is in een 2-fase aanpak. Dus eerst de fase dat het samen ontwerpt en dan in de tweede fase zit een DBFM dat hij het bouwt en exploiteert. Het doel daarvan is in die eerste fase voor die beide expertise van de beide partijen zo goed mogelijk uit te spelen. Dat te doen op basis van samenwerking en vertrouwen is daarin zeer belangrijk. We beseffen dat dat een evenwichtsoefening zal zijn tussen de kwaliteitseisen dat wij willen, wat dat wij willen, en anderzijds vrijheden van de opdrachtnemer. Dat is eigenlijk de evenwichtsoefening waarvoor dat we staan, met bewaking van kwaliteit, bewaking van budget en vertrouwen. Dus dat was ongeveer mijn pitch. Ja, dankjewel. Jan, jouw 3 minuten om ons te prikkelen tot gesprek gaan bij deze in. Je hebt natuurlijk al een hele introductie gegeven, maar wat is nou voor jou, waarmee wil je ons nog het gesprek insturen? Zoals Mark zei, we gaan eigenlijk naar een soort 2-fase aanpak, ontwerpfase, uitvoeringsfase. Bij ons is die uitvoeringsfase meteen een design, build, finance en maintain. Dus het sleutel op de deur, 30 jaar onderhoud naar de aannemer die dan een beschikbaarheidsvergoeding krijgt. Dus dat maakt het wel een klein beetje raar. Maar totaal sleutel op de deur, die eerste ontwerpfase, brug na brug, voor een reeks bruggen tegelijkertijd, dat zet ons eigenlijk voor 2 grote uitdagingen. En de ene is eigenlijk, je moet in een vorm van samenwerking geraken die wij niet gewoon zijn. Die ontwerp, wij hebben natuurlijk, we kennen NEC 4, Oosterweel, waar we rond NEC 4 werken, X22, Early Contractor Involvement, dat is al gekend bij ons. Bouwteams, bouwteamformules zijn bekend. De 2-fase aanpak zoals jullie aan het piloteren zijn, is nog niet zo toegepast in die vorm.
Wij hangen daar overal zo'n beetje tussen. We gaan samen met onze ontwerpers, de ontwerpers van een aannemer, aan de slag. We moeten elkaar vinden in die ontwerpfase. Tegelijk, dat is dus eigenlijk die vorm van samenwerken. We gaan daar, dat is een gunningscriterium. We gaan daar punten op geven. We gaan een aparte externe assessor aanstellen die met rollen spelen, met workshops eigenlijk in de offertefase een oordeel vormt over de dynamiek van de groep, de bereidheid tot samenwerking en dergelijke meer. Dat wordt een exit-criterium in een raamovereenkomst. Dat is samenwerking fout loopt, is al een argument om ermee te stoppen. Dat hoeft voor ons niet. Op jaar tijd hebben we een andere partner. We kunnen snel genoeg schakelen en opnieuw beginnen. Dus samenwerken, het is echt zwart-wit. Het is echt goed en dan gaan we ervoor en dan blijft het gaan. Of het loopt fout en dan stoppen we. Dus dat is een belangrijk element erin. En we zochten en we zoeken nog altijd instrumenten om dat hanteerbaar te maken. En niet loze beloften of een vaag begrip. Dat het echt instrumenteel wordt. De tweede uitdaging is marktconforme prijzen. Wij zijn gewoon van een marktcompetitie te krijgen. Waardoor dat je denkt, dan heb je een marktconforme prijs. Want er is een competitie geweest rond de prijszetting. Hebben we niet. We hebben wel competitie en we organiseren die voor die prijzen die overheadkosten zijn. Structuurkosten, engineeringskosten, verzekeringskosten, eigen vermogenkost en dergelijke. Dat wel. Dus de overhead zullen we wel gevraagd hebben in de marktcompetitie nu, maar de directe bouwkosten gelinkt aan elk ontwerp niet. Dus daar moeten we ook weer garanties hebben en marktconformiteit kunnen toetsen, omdat we natuurlijk ook aan onze overheden moeten kunnen aantonen dat wij altijd best for project hebben kunnen gunnen. Dat zijn een beetje de twee grote kapstokken waar wij de risico's zien van het traject dat we, ja, dat we doorlopen, maar tegelijkertijd denken we, als we daarin slagen van dat goed beheersbaar te krijgen, dat we een mooie formule gevonden hebben, eigenlijk. De Vlaamse regering heeft ons gesteund hierin en heeft ook gezegd van, kijk jongens, binnen 2 jaar, kom uitleggen, maak een evaluatie en leg ons uit wat dat jullie eerste bevindingen zijn. Dus het heeft potentieel. Het is uitdagend, het is wel spannend, omdat we een aantal echt grote risico's zien. Maar het is zowel aan onze opdrachtgevers en aan de sector van aannemers om zich te bewijzen dat het ook op die manier kan. Ja, ik vind het aardig, want we zijn, dit is de 26e editie van de Brugdialogen. En ook in Nederland wordt er van alles gedaan met allerlei vormen van samenwerking. En toch zie je eigenlijk dat bijna iedere editie van de Brugdialogen je in de chat, waar altijd de inzichten uit alle gesprekken worden verzameld, zie je heel veel terugkomen wat gaat over we moeten meer samenwerken en we moeten onderling elkaar meer gaan vertrouwen. Dus vertrouwen is meer nodig om dat te kunnen. Dus ik ben ook heel benieuwd, zeg maar, hoe dat bij jullie gaat. Nou, die vragen die komen allemaal zo direct, want we gaan eerst met z'n allen met elkaar in gesprek. En we nemen speciaal voor deze editie van de Brugdialogen iets meer tijd om ook aan het eind van al die kleinere gesprekken weer met jullie in gesprek te gaan en alle vragen die we hebben aan jullie voor te leggen, zodat we ook nog wat meer kunnen leren van jullie situatie. En ik denk nu al, ik zou jullie over 1,5 jaar wel weer eens terug willen hebben om te horen hoe het er dan voor staat.